Twee tegen één met glimmende monsters. Twee bros tegen elkaar. Wie is de echte Pokémon-meester? Je krijgt het voor elkaar. Hallo kijkers van Shiny Sprites. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Glow Incarnate. De Shiny K. Oh, ik hoor heel veel muziek. Oh ja. De muziek die staat nog aan, wacht. Ja. Zo. Ik had hem dus zelf hier ook uitstaan. Toen dacht ik, er klopt iets niet. Nee. Keiharde muziek van Sander door de midden. Dat horen jullie waarschijnlijk ook, maar daar kunnen jullie vast wel tegen. Jawel. Okay, het is tijd om zo'n schijnende Pokémon te vangen. Jij hebt net level caps allemaal weer opgezocht, hè? Ja. Hoeveel was het? Voor de volgende was 32. Ja, okay, dus ik moet trainers ontwijken. Oeh, Pokéball. Pokeballer in... Oh ja, zal ik het intro-momentje uitdoen trouwens? Ja, doe jij het intro-momentjes uit. Lekker chaotisch begin van deze aflevering heb ik al in de gaten. Nou, wel leuk dat jullie kijken. Dit is echt een geniaal. Geniale aflevering. Ik val er wat tegen. Goed. In de vorige aflevering zijn we naar Meteor Falls gelopen. Daar vallen daar dus meteoren. Yo, featuring vallen? Featuring vallen toch? Featuring vallen, ja. Nee! Oh, een trainer. Sandering. Er staat een trainer. Volgens mij kon je deze niet avoiding. Dat klopt. Ja, dit ga ik dus niet doen. Dan ga ik dood. Oh, nee, en we willen jou zeker needing dood hebben. Zelfs niet fijn. Een beetje ing. Zelfs niet een beetje ing. Zelfs niet een beetje ing. Oh. Ook niet als ik nu water pak en ik ga stikken. Oh, we hebben wel weer content. Ja, we hebben wel weer content. Oh. Ik ga even deze met chop dood maken trouwens. Is dat wel oké? Okay? Wat dat is wel oké? Okay? Dat ik deze met chop vermoord. Nee, dat is wel oké. Okay. Een Joltik, maar dan ik dacht al, wat zie ik dan dat schermpie? Larvitar zou ik wel zeer graag willen. Larvitaring. Oké, dan moet je zeker niet te ver lopen, want dan ga je meteen zo... Ja. Dat dacht ik dus al. Volgens mij ben ik zo'n Smarty Pants. Even context voor de mensen. Zaterdag gaan wij zeer zeker naar de Smarty Pants. Ja, zeker. Even voor de mensen. Die het, voor context. Voor de aflevering zei ik nog. Oh, je gaat met de domste persoon op aarde opnemen trouwens. Ja. En 3 minuten in de aflevering zeg ik. Slimste mens op aarde. Dus ja, jullie mogen kiezen welke ik ben. Niet domste kiezen please. Maar ze moeten toch de waarheid kiezen? Oh, wel domste kiezen dan. Wel domste kiezen. Dank je. Dat is niet lief, hè? 1 tegen 1 met glimmende monsters. 1 tegen 1 met glimmende monsters. Dat is wel hoe dat gaat. Kijk. Jongens, je moet even 1 ding weten. Hè. Dit is dus de sessie na de vorige sessie waarin ik Paula... Ja, de Paula bit had, zeg maar. Ja. En ik toen ging dat laat van bal rollen en die is niet meer gestopt. Ja. Ik heb dat natuurlijk laten horen. Nou, de aflevering. Ik wou zijn reactie toch wel gewoon, hè. Dus ik heb dat laten doen en nu komen jullie nooit meer van AI af. Ja. Ik heb 2 AI-covers van Scalmi Sleuk, maar niet op mijn kanaal. Ja. En dat is nog niet eens alles. Er komt nog meer. Er is nog meer, denk ik zelfs. Voor jullie is dat natuurlijk allemaal al gebeurd. Dat is zeer zeker waar, want deze komt echt pas... Dit komt in mijn vakantie... Nee, volgens mij zelfs na mijn vakantie uit. Dus deze komt denk ik de laatste week van juli uit, deze aflevering. Wat? Dat is echt heel lang. Dan zijn we wel goed aan de bulking. Ja, maar dat is ook slim, omdat wij natuurlijk vaak tegen het probleem omlopen dat we geen moment hebben om op te nemen. Ja, dat is zeker waar.
Ja, we doen we met Shinings trouwens? Volgens het intro wel. 1 tegen 1 met glimmende monsters. Precies. Intro. Dus volgens mij doen we met Shinies. Waarom willen de wilde melnetjes dan niet? Omdat het Maybe. Loser boys zijn. Oh ja, dat ken ik wel. 1 tegen 1 met glimmende monsters. 2 broers tegen elkaar. Ja, die is goed. Wie is de echte Pokémon meester? Wie krijgt het voor elkaar? Maar wat nou als ik win? Dan ben jij dus de echte Pokémon meester. Nee, dat kan niet. Ja, het liedje zegt het, Sander. Als het liedje Zegt... Ja, nee, dat is waar. AI zegt het. AI is het slimst. Die heeft alle kennis van het hele internet, hè. Dat heb ik niet. Dus als hij dat weet... Precies. Zij was het eigenlijk. Ja. Ik vind die van de Twitch-compilatie ook wel leuk. Ja. De leukste momenten van de stream. Hier in de Twitch-compilaties. Oh, AI is zo mooi, jongens. Oh, voor de mensen die zich afvragen, hoe heb je dat gedaan? Suno heet het. S-U-N-O. Het is geweldig. Het is prachtig. S-U-N-O. O-E-L. Nestel, niet vergeten. Oh ja, ik heb Dwebbel al, dus ik moet de volgende doen. Ah, ja, het is een Dwebbeltje gevonden. Ja, dat kan wel. Ja, ik zal het niet meer nog dat irritant stemmen. Echt, ik krijg het niet meer aan mijn hoofd. Dus, Weet je, Milan, wat ik dan denk? No stress, Bakofles. Die is ook goed, hè? Ja. Vooral die ene line, weet je. Dan heb je weer die ene vriend. En dan zit hij weer te zeiken. Ja. Dat ze Inazuma haalt, weet je. Of iemand die lik doet tegen een nepel. Ja, die vond ik minder leuk. Die vond ik staat die ook ergens waar de mensen het kunnen zien? Of is die alleen voor ons? Die is alleen voor exclusive content. Dat is inderdaad exclusive content. OnlyFans, jongens. Even op mijn op Milan's OnlyFans. Sorry, Force Fabric. No stress, Paco Fles. No stress, Paco Fles. Ja, die is goed. Die is heel goed. Ja. Heerlijk. Maten en matinnen. Ja, ik snap er ook niks van. Ik heb echt al 100 encounters gehad of zo. Oké, misschien niet exact 100. Misschien zit ik er overheen, maar... De kans dat ik Zubat krijg is best wel hoog, hè? Dat klopt. Het is niet zomaar yoghurt. Hij komt van een speciale koe. Deze koe is lang niet moe. Nou, Paula, nu ben jij aan de beurt. Yo, yoghurt. Dat moet je ontdekken. Ik wou dat ik... Zeg maar, kijk, hij is perfect, hè. Hij is perfect. Eerlijk is eerlijk. Maar hij zou nog perfecter kunnen zijn... als hij dan dat intro ook echt door een vrouwenstem werd gedaan. Ja. Maar ik weet niet hoe je dat doet, dus boeien. En hij was al... Dit was zo'n pareltje. Ja, hier kon ik niet onderuit. Deze moest ik gebruiken. Submarine, nee, dank je. Ik speciaal van onze vriendin, hè. Ja. Speciaal van onze vriendin. Oh, wat een banger. Oh. Je wil niet weten... Jongens, jullie willen niet weten hoeveel lol wij hiermee hebben gehad offscreen. Dat is echt niet normaal. Na de vorige sessie, echt waar. Voor jullie is het ook echt dus 3 maanden terug. Ja. Ik ben benieuwd of wij over 3 maanden nog zo hier volop mee bezig zijn. Ik ben wel van plan om voor elke serie een ander deuntje te gaan maken. Ik ook, alleen bij mij gaan de series niet zo hard zijn, maar ik doe gewoon 1, ja, technisch gezien 2 als je Twitch compilaties meetelt. Weer een Dwebbel, maat! Leave Dwebbel alone! Wat zijn de kansen? Na al die Zoo-ads, dat je dan geen Zoo-ad in krijgt. Geef mij maar een Larvitaring. Of een Delta Joltik. Ik heb het nog niet gezien trouwens. Larvitar. En Joltik ook niet.
Misschien is dat wel een 1% encounter. Ik heb nu twee keer die horde gehad. Well, misschien komt dat omdat jij Glowing Garnet speelt en ik speel... Oh nee, ik speel Glowing Garnet. Vroeger hè, toen deden we gewoon de een speelt black, de ander speelt white en zo. Nu doen we dat niet meer. Dat is ook fucking naar trouwens. Weet je nog, die ene Soul Ink, dat jij wel een encounter kreeg en ik die halve team verloren had, kreeg geen encounter. Was ook een ketchup volgens mij. Nou, dat was... Of het was Soul Ink. Ja, je kreeg er wel een encounter, alleen bij jou was er een battle voor de encounter. Dat was en het, bij mij niet. En dat jij ging dood bij die battle. Ja. Dat was het. Dat was ook een case volgens mij. Ja, en weet je wat het kut is aan die battle? Die battle, dat is zeg maar een battle. Elke keer als je de route uitloopt en weer inloopt, dan moet je die battle opnieuw doen. Dat meen je. Ja, dat meen ik. Zelfs al had ik het gehaald, dan was het nog lastig geweest. Dus. Yup. Ja, wat is het ook voor kut gimmick? Ja. Had ik liever zo'n healer girl. Want die... Hey, shiny Zubat. Wil ik die? Oh, die is wel vet. Niet heel enthousiast, maar wel decent. Decent shiny. Zoals je krijg ik straks ook een Dwebbel. Dwebbel. Ik ben al blij dat ik dan niet ook een Noibat heb. Ja, dat is waar. Nou, serieus, als ik Dwebbel krijg, ik denk niet dat ik die in mijn team ga doen. Sindsdien krijg ik twee keer een Noibet. Yo, misschien moet ik even speed-up doen trouwens. Ik denk dat dat het probleem is. Deed je nog geen speed-up? Jawel. Wow. Maar ik deed maar 300 en nu doe ik 400. Wat in het menu wel lastiger maakt trouwens. Ja. Yeah. Voor het besturen, maar boeien. Yo, yoghurt. Moet je ontdekken. Spala yoghurt. Met van die heel zieke vruchtenvlekken. God. Oké, featuring Cat. Ja, maar Paula heeft het voor elkaar. Oh nee, hoe krijgt Paula dat voor elkaar? Yoghurt, vruchten, mengen en klaar. Ja. God, Oké, Kat doet even onhandig taal. Kat doet even onhandig. Dan featuring onhandige Kat. Het werkt echt niet, die 400. Die krijg ik. Wat wordt het? Harking? Harky. Zo noemen ze die vogel die ze nou op een gegeven moment kopen. Oh, ja, ik zat even heel hard na te denken. Ja, Kat, ik zou ook doen. Maar wat wil je? Aandacht? Hij wil yoghurt. Hij wil wel yoghurt, maar dat snap ik ook wel. Wat kan Nummel dan? Oh, die kan dik misschien. Die kan al dik in. Heel dik. Heel dik. Heel dik. Die wil gewoon eten. Zeg het dan. Spoiler, maar ik kan dus niet praten. Dus ik zeg wel van, zeg het dan. Maar dat kan dus eigenlijk stiekem helemaal niet. Alleen maar stiekem hoor. Ja, nee. Niet doorvertellen. I don't be vertelling it door. Swoobat. Oh, als ik die krijg, ik word zo salty. Wel op zich goede typing. Het zijn lelijke Pokémon, maar het is op zich wel goede typing. Ja, maar en friendship. Woyo? Duo Slugma? Ja. De Slugma Brothers? Dat is wel cool. Ik moet zeggen, ik vind OG Slugma wel mooier. Dat wow, dit. Hoe durf je dat te... Gelukkig is dit niet mijn Slugma, maar hoezo doet hij zo tontoeveel damage? Ja, maar jij doet wel... Succes. All around me. Ja, familiar. Oké, dus fighting type. Is het handigst om straks in te zetten. En poison... Psychic. Oké, ik hoop dat ik een... ik hoop dat ik een Swoobat krijg trouwens, jongens. Gewoon puur voor die battle. Nee, maar dan moet ik helemaal teruglopen. Daar heb ik geen zin in. Uh-oh. Hij is wel Coughing rock, hè? Resist. Oh nee, hij is nog niet rock. Of wel? Nee, volgens mij nog niet. Nee, volgens mij is mijn cargo pas rock. Look at the cargo! Did he go fast? Gotta go fast.
Yo, maar Cargo Sonic? Wordt hij dan ook goud en dat hij allemaal crystals verzamelt of zo? How dare you steal my joke? I'm absolutely disgusting. Dat was hoort grappig te zijn. Nee, oké, dan weet ik dat. Wow. Sorry, wauw. Ik zoek wel iemand anders om Blowing Garden mee te spelen. Volgende intro momentje ga ik iets liefs doen. Press X. Serieus? Ik ga wat liefs doen. Wow. Dat wordt een heel lief. Level 31. Dat wordt een heel lief intro momentje. Ik kan niet zeggen wat het is, want ja, daar moet je pas achter komen als je deze aflevering terug ziet. En nu, kijk, maar dit is heel goed van mij, hè? Want nu zorg ik dus dat al die kijkertjes die eigenlijk dachten van, nou, ik heb het ook wel weer gezien, die komen nu volgende aflevering sowieso terug. Ze kwamen sowieso al terug, en dat is de case met je aflevering waarschijnlijk. Dus dan komen ze sowieso al terug. Maar ja, dat terzijde. Hoe slecht is je Will, maar als je Water Pulse doet? Oh, hij is zo op een laag level. Hoezo is Saar Wilmer zo laag level? Doe eens even normaal. Ik begin moe te worden van een shiny hunter, man. Geef me gewoon zo'n shiny. I don't care which one it is. Oké, dat moet je niet te hard op zeggen, want dan krijg je dus nooit bed. Ah, nee. Ik ben gewoon klaar met het hunten. Ik wil verder. Oeh, hey, dat werkte. Dat werkte. Zo Batman. Even wat verzwakking. Vertraging bedoel ik. Vertraging moet ook nog, maar dat doen we straks pas. Maple Leaf. Oké, dat doet niet iedereen. Magische blad. Dat is wat beter dan poeder. Maar, ja, wat is slim, Sander, man. Je bent wel geweldig en betoverend. Dat is heel lief. Oh, maar wacht, ik ben poison, hè? Dan zit ik alleen met Dwebble. Dan ga ik Dwebble eer, want die heeft... Ja. Want die is bug. Kijk, oké. En nu gewoon geen bedreiging, behalve dat er ook een fucking Noibet op het scherm is. Ik dacht dat de rest allemaal Soepet was. Oké. Kijk, dat krijg je dus van speeding upping. How dare you speeding upping? Dat mocht, zei jij. Oh ja. Dat is een grapje, Ink Sandering. Oké, nee, dat is goed. Ik ga niet grassroot doen. Zoveel tekst. Ik ben benieuwd of dit nou Nee. Nee. Nou, ik ben wel benieuwd. Daar niet van. Daar was nee niet op, maar meer dat het dus niet killt. Mooi bed, doet Astonish. Nee, doet Leech Life. Giga de Draining. Als jij gaat drainen, dan ga ik ook draining. Oh ja, Quality of Life. Nice thing on the cake. I love Quality of Life. Ik hou van kwaliteit. En van leven soms niet. Maar... Nee, grapje. Rustig, ja, je was wel een... wat was je nou ook alweer? Een gebouwspringmeester, hè? Ja, dat klopt. Niet confusioning. Hey, dat werkt. Meestal werkt dat nooit. Oh, ik hou zo van die quality of life improvements. Waarom is geen 100 KO? We do be healing. Oh ja, ik ben ook nog confused ook. Frick. Oh, heel veel joh. Dat klonk net alsof ik dronken was, maar dat weet ik niet. Get the monster. Alsof? Alsof ik dronken was. Ja, alsof? Ja. Wat zei ik alsof verkeerd? Ja, nee, het was niet alsof. Je bent gewoon dronken. Nee. Ja. Dronken van de gemeentepils. Ja, dat is waar. Als? Haring. Ja, dat is wel jammer dat je dat trouwens niet in de no-stress bakelfles hebt gedaan. Klein beetje jammer, maar
Ja, maar ik deed ook geen lijpe Murkrow flavor. Nee, dat is waar, dat is waar. Er moeten nog vervolgsongs komen, Sander. Vervolgsongs? Er moet ruimte blijven om vervolgliedjes te maken. Ah, dat is waar. No stress, back of flash. No stress, back of flash. No stress, back of flash 2. Electric Boogaloo. Electric Boogaloo? Wat? Johan, hij was bijna dood. Nee, er is een sequel van een ding. En die heet 2. Zeg maar exact hetzelfde. 2, dubbele punt, Electric Boogaloo. Alleen ik weet niet meer welke dat is. Het is van een... Ik ga het opzoeken. Electric. Boogaloo. Electric Boogaloo. Break in 2. Dat was hem. Ja, ja. Break in 2. Electric Boogaloo. Zoek maar op. Zoek op dan. Wow. Doe eens even rusty. Doe eens even rusty. Oké, ik doe het rusty. Heb ik nu geen naam gegeven? Fuck. Jij loser boy. Nu is hij illegaal. Heet hij toevallig Ali? Wacht, wat was het nou? Een Machoke en een Machamp. Nee, en een Koffing. Een Koffing en een Mighty Anna. Oh ja. Ja, Machamp, Mighty Anna. What's the difference? De typing is the difference. De form is the difference. Het beest is een difference. De inspiratie, de kleuren. Kleuren niet. Oh ja, Mighty Anna heeft meer zwart, ja. Hè. Maar zwart is geen kleur, technisch gezien. Ja. Yo, die van mij heeft een shroomace. Die gaat zo hard dood, hè. Die gaat zo hard dood. Ik heb Koffing. Heeft Koffing levitate? Denk je? Ik denk het wel. Ja, freak. Maar ik wil eigenlijk die eerst uit de weg ruimen. Maar dat doen we dan maar niet. Dat doen we dan yo, maar niet. Yo, paralyzed, I'm trying to speak. Jij gaat er gewoon heen, dat is wel cool, dat is wel cool. Ja, lekkering. Lekkering. Marching the Tomping. Ik vind toch alsof ik nog versneld. Oh ja, hij staat al 130, nu niet meer. Ik kan niet goed genoeg vertraagd. Oh nee, ik ben al level 30. Oh, ik ga zo hard over de level cap. Het spijt me. Ik ook, Sander. Want kijk hoe mijn hoge levels. En ik moet dit hele fucking gebeuren nog doen. En met die team magma gebeuren nog doen. Ja, dat is heel kut. Wat een level cap. Critical hit van Aphrodite deed echt niks, maar goed om te weten. Ik was dit gedeelte als ik vergeten dat je dit nog moest doen. Ja. Dan had ik het intro momentje wat ik nu had ik ook volgende keer wel kunnen gebruiken, want we gaan nooit deze... Ja, oké, misschien gaan we volgende aflevering wel verder. Een cage match. You never know. Murdering the shot. Dankjewel, Nummel. Of Marstomp. Ook Nummel, dat hij dood wil gaan, hoor. Maar is er ook een Alpha of een Sapphire van? Deze? Nee. Vechten tegen Quality Pooch. Oh, maar dat is mooi, want daar krijg je weinig XP voor. Level 22. Precies, dat zeg ik. Weinig XP, dat is goed, dat willen we. At the moment. Yo, is dat die Aqua Grand Hunt? Mag ik dit speeding up ping? Ja. Yes! Oh, of the mountain niet. Oh, we gaan even heel lang praten. My joke's on you. Heel snel heel lang praten is toch minder lang. Wow. See? We did it. Yes, we did it. Of krijgen we hier nu ook nog een hele hoop tekst? Waarschijnlijk wel. Dat is echt een heel groot nadeel van de nieuwe Pokémon games.
de tekst. Yep. Smacking Downing? Wie had ik... wie had ik TM's gegeven ook weer? Ja, ik wil naar Marvel. Hariyama. Oeh. Goed, zullen we aflevering beëindigen? Dat is prima. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.